super leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal, jongens. Met buurman en... alweer. Ashley en... Lani. Zo gezellig, jongens. Hebben jullie de vorige video al gecheckt? We hebben echt een super... nog even doen. Ja, we hebben een super leuke... Hoe heet die grap? Starbucks. Oh ja. We hebben een superleuke Starbucks proefvideo opgenomen. Dus ik zou zeggen, check die. Hij is echt leuk. Hij is heel leuk. Ja, leuk hè. Ja, hij is heel leuk. Ja. En vandaag gaan we nog een leuke video opnemen. Want we gaan, dames. Ik heb het jullie nog niet verteld, hè? Nee, ik ben heel benieuwd. Ja. We gaan namelijk bestellen wat degene voor ons heeft besteld in een drive. Okay. Welke drive? De McDonald's natuurlijk. Leuk. Wel lekker, maar wel spannend. Ja, eerlijk, stel je voor, ze nemen gewoon één milkshake. Je moet er met z'n drie uit zo'n rietje lurken. Ja. Dan vragen we weer drie rietjes. Ja. Heel veel. Allemaal je McDonald's burgers. Dat we een volle auto voor ons hebben. Ja. Gaan we dat nu doen? Gaan we nu doen. Okay, maar eerst dames en heren. Ja. Eerst moet je natuurlijk allemaal een duimpje omhoog geven. Vergeet niet te abonneren voor hoeveel duimpjes omhoog. Meer dan de vorige. Meer. Ja, dus dan gaan we voor 400. 400 duimpjes omhoog. Let's go. Hallo. Mag ik graag bestellen wat degene voor ons heeft besteld? Ja hoor. Wij hoeven het niet te weten hoor. Het mag gewoon lekker prima. Oké, okay, is goed. Ja? Ja, yes, dan kunt u door naar het volgende raam brengen. Dank je. Dag. Ik weet het niet, dat is wel leuk eigenlijk. Ja, dat is leuk. Wie zit er voor ons in de auto? We kunnen het niet zo goed zien. Een Megane. Die zit er voor ons als... Oh, ik ben wel heel benieuwd. Waar hebben jullie zin in, jongen? Wat hopen jullie dat er is? Ik hoop sowieso patat. Oh, ik heb ook zin in kipnuggets. Patat. Een patatje of kipnuggets zou wel lekker zijn. Of een lekkere burger. Burger. Spannend, jongens. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Hebben jullie al een beetje trek, jongens? Ja, ik wel. Ja? Zo. Ja, dat is voor ons wel echt etenstijd nu we deze video maken. Het is 1 uur precies. Dus wij hebben wel zin in een lekker mackie. Het zal wel teleurstellend zijn als we 1 burger met z'n drie moeten delen. Ja, nou, dat is het dan. Dan hoop ik in ieder geval dat het een burger is die ik lust. Oh. Ja. Oké, Ash en Lana, even onze ogen dicht, want we mogen niet zien wat degene voor ons pakt, aangeeft uit het raampje. Nee, maar je ziet het vaak toch niet als het in de zak zit. Ja, ik ga toch hebben jullie je ogen dicht? Ja. Oh. Ja, ja. Dit dicht houden, hè, Jace? Ja, ik wil het niet zien, maar hoor. Ze gaan niet alleen betalen. Oh, ze gaan betalen. Zullen jullie dat wel zien? Ah. Je ogen open. Dit is niet het dingetje waar je eten krijgt. Ja, oké. Ik durf ook niet te betalen. Ik leg het erop en jij legt het erop. Ik kan het nu aanzien. Oké. Hi. Nou, ik ben zo benieuwd. Oh, kijk uit hoor, meid. Wel goed rijden, want je gaat helemaal tegen de plateau. Nou, zo. Ik kom vaker in het drijf. Zweet staat in. Ik zal het echt niet weten. Ik zou het niet. Wij hebben. Besteld tot degene voor wat degene voor ons heeft. Wij dank je. Oh. Ah, super. Hé, hey, dank je. Dag. Wat een leuke griet daar. Dat is leuk. Maar moet je die milkshake al zien? Het is een milkshake. Oeh, welke smaak? Welke smaak? Ik denk niet banaan. Heel weinig mensen nemen maar dat. Dan zou het wel vernieuwen zijn. Zullen we kijken wat we hebben? Ja. Oké, om te beginnen natuurlijk de milkshake. Ja, ik denk dat je het best kan proeven. Ja, proef jij het even? Ik durf het niet hoor. Geen banaan. Ik proef het wel. Ik denk vanille. Wat denk jullie? Ik denk ook vanille. Ik denk vanille ook. Ja. Ja, vanille. Vanille. Oké. Nou, dan gaan we nu kijken wat er in de zak zit. Ik heb goed nieuws. Oh, yes! Kipnuggets! Zijn er 9? Ja, 9. Yes! Oh, welke saus? Oh. Ik ben benieuwd naar, want deze lekker vindt. Wat denken jullie? Ik hoop zoetzuur. Ja, maar ik denk barbecue, want mensen zijn echt barbecue! Nee! Ja, dat vind ik ook niet lekker. Dus ik lust hem wel. Ik zie een quarter pound daar, al Big Mac. Big Mac? Zonder augurk. Oké, ja, ik lust geen Big Mac. Nee, maar wel zonder augurk. Dat vind ik wel cute. En een double cheeseburger. Er zijn geen patatjes in. Nee! Oh, dat vind ik wel jammer. Nee. Dat doet gewoon nog meer. We gaan nog een ronde. We gaan eerst even eten. Ja. We hebben in ieder geval genoeg wat eten. Wat willen we allemaal? Ja, die kipnuggets. Hoef jij geen double cheese? Nee, dat lust ik niet. Nee? Jij hebt deze twee gewoon. Nou, dit gaat erin. Dan nemen jullie die kipnuggets. Maar ik ben heel, heel, heel blij met de kipnuggets. Ja. Oprecht heel blij. Gillen meiden. Nou, kom. Hier, je zou. Maar die mensen voor ons hebben wel goede smaak, nou, hoor. Eerlijk. Cheers. Cheers. En jullie daar thuis ook. Cheers. Zo lekker. Ja, heel lekker. Oh. Zou je het normaal nemen? Ja. Nou, er is echt wel een kans dat ik dit neem. En een Big Mac ook?
Misschien, één keer in het jaar. Jij neemt toch altijd ook gewoon met chicken of zo? Ja. Een McChicken? Ik neem altijd kipnuggets, dat is echt perfect. Ook heel lekker. Ik neem kipnuggets en ook vaak McChicken. Ik vind zo'n burgersubstantie gewoon super lekker. Nou meiden, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ga lekker aan mijn Big Mac hoor. Je hebt gelijk. Moet je kijken. Heel de auto zit onder de sla, jongens. Ja, het is ongelooflijk. En vooral de tas en de telefoon. Moet opruimen. En ik eet lekker door. Doei. En hier. En hier. Niet normaal. Niet normaal. Eruit. Ja, nou. Eruit, wegwezen jij. Nou. Dag! Zo, eindelijk ben ik. Ja. We zijn nu voor de tweede keer in de drive. En nou, ik ben heel benieuwd, we hebben een busje voor ons. Ja. Ik heb nou wel zin in een patatje. Nou, ik hoop ook voor een patatje met pizza. Ja. Ja. Krijg nou helemaal de kibbeling ervan. Ik heb niet zo zin in een kibbeling. Mag ik bestellen wat degene voor ons heeft besteld? Meid, ik moet haar zijn. Zijn we er weer? Ja. Nou. Zo, dan wordt het €12,60. Ja hoor, de piep erop. Dank je. Wij bedankt. Fijne avond. Ze kijkt zo lief naar ons. Ja, wat een schat dat zeg. Nou, ik geef haar fooi. En fijn dat jullie mee zijn. Ik eerder moeten bedenken. Ik hoop zo extreem erg op een patatje. Ik hoop iemand die gewoon goede smaak heeft vandaag. Ik hoop ook patat, jongens. Ik hoop patat. Al is het letterlijk één frietje. Die met een mini patatje die met z'n drieën delen. Zijn die niet mini frietjes? Mensen die mayonaise bestellen bij de McDonald's. Nee, wat vind je daarvan? Oh ja, mayonaise. Wat vind je daarvan? Niet bij de McDonald's. Nee, dat kan niet. Nou, het kan, maar ik heb toch liever frietsaus. Ja. Maar ik heb ook wel zin eigenlijk in kipnuggets. Ja? Zo. Of een McFlurry. Oh, dat is ook wel lekker. Hoeveel mensen zullen in de auto hiervoor zitten? Denk 2 mensen of 1? Ja. Denk wel 2, niet. Nou, ik dacht 3. Ik zag 3? Ja. Er zat nog een kindje bij. Er zat ook nog een kind. Dus volgens mij een man en vrouw met een kind. Drieën. Ja. Okay. Hi. We zijn er weer. We zijn er weer. Dankjewel. Dag. Nou, misschien. Ik wil kijken. Nou, dankjewel. Dag. Wat zit erin? Oh. Nee! Hè? En wij dachten dit. 3 patat! Nee, niet 3 of 2. Je moet nog even 3. Kijken. Er zitten 3 in! Ja! Yeah! Oh, en 3 patat! Hè? Maar dit zat erin. Dit is echt. Dit is heel love eng. Love it. We hebben echt goede mensen uitgekozen. Ik ga recht door op de zon. Zullen we die man even bedanken in de auto? Ja, nou echt. Meid, hey, bedankt! Doei! Het is toch fantastisch dit, jongens. Dat is echt perfect. En we wouden het zo graag. Ja, je hebt echt zin in. Nou, daar gaan we hoor. Kind hier, lekker patat. Oh my god. Frietsaus. Kom maar. Es die heleboel patat. Heerlijk. Dit is echt vers ook. Hier, lekker. Kijk uit, we gaan naar achter. Hier ook nog een beetje papier. Papier, hier. Oh, zo'n zin in. Thank you. Shit, je zit helemaal dit op mij te smeren. Bah. Cheers. Cheers! Oh, ik ben hier zo blij mee. Cheers. Ik ook. Oh, dit was echt de perfecte bestelling die we konden wensen. Jongens, we gaan lekker genieten van ons patatje. Maar zullen we ondertussen leuke dilemma's doen? Ja, dat is goed. Gezellig, hè? Ja. Met z'n allen. Ja. Wat hebben jullie liever? Slippers of sneakers? Sneakers. Slippers. Nou, ik breng mijn nek over slippers. Ja? Ja. Oh, ik vind het geweldig. Ja. Hé? Oh, oké. Okay. Hooguit bij het zwembad. Oh ja. Dat vind ik prima. Nee, dan moet het wel, maar... Sneakers misschien. Ja. Nee, maar ik bedoel, als ik gewoon in Nederland even ben... Nee. Op een zomerse dag trek ik wel mijn sneakers aan, denk ik. Ja. De zonopkomst of de zonondergang? Ondergang. Ik ook natuurlijk, ja. Strand of het zwembad? Zwembad. Strand. Ik denk ook zwembad. Want ik vind het strand eng soms. Ja? Ja. Weet je nog die golven? Toen bij dat enige strand. Zo, dat is dat eng. Dat was wel leuk hoor. Ja, jij ging erin. Ik ging er echt niet. Golven hou ik zo van. Zo maar geweldig. Zo. Ananas of een kokosnoot? Kokosnoot. Ananas. Kokos? Ja. Ja, heel leuk. Nee, dat is echt een leuk. Oh, oké. Okay. Kokosijsje in Spanje. Daar heb ik zoveel zin in. Oh ja. Die gaan we gewoon inslaan. Die is zo lekker. De eerste dag gaan we gewoon die inslaan. Gewoon flink. Oké, gaan we. Iets engs. Ik schrik me helemaal dood, joh. Pasta jullie... of pizza? Oh, pasta. Absoluut. Ik denk ook pasta. Pasta. Ik vind pizza vind ik zo... Softijs of schepijs? Schepijs. Ik ook. Ja. Die vogel hier ook heel eng. Water of frisdrank? Water. Dit is echt van jullie alle drie een grap. We waren de derde. Met de tweeën. We waren de derde persoon. Die vogel.
cola. Ik lust geen prik. Oh ja, dat zei jij. Dat is ook zo'n raar verhaal. Sunglasses of een hoed? Sunglasses. Ik ook. Nou, ik vind een petje ook wel lekker hoor. Ja. In de zomer. En die is van mij. Echt? Oh. Ja, nee, die is niet meer van haar. Die is gewoon van mij. Hebben jullie liever een jurk of een broekje? Voor jullie dan, want ik draag een broekje. Nee, ik niet. Dat is nou even raar. Ja, okay. Stap het terug. Ja, een broekje dan. Ja, ik denk... Geen jurkje leuk? Nee. Oh, grappig zeg. Aardbeien of watermeloen? Aardbeien. Ja, tuurlijk. Aardbeien. Aardbeien. Chocola of kaas? Chocola. Kaas. Nee, vind ik echt een grappig dilemma. Ja, dat staat er echt letterlijk. Ja. Ik zou graag voor kaas sowieso. Ik moet niet zo ja, ik zou eigenlijk weer niet kunnen kiezen. Mensen zouden dit denk ik als een gek dilemma vinden, maar ik vind het echt een goed dilemma. Ik ook zou sowieso voor kaas gaan. Heerlijk, lekker jonge allebei kaas. Allebei heel lekker. Parmezaanse kaas. Mm. Oké, pindakaas of Nutella? Pindakaas. Pindakaas. Ja, ik denk Nutella. Nee. Ik ga toch geen pannenkoek met pindakaas nemen? Ja, maar ik neem ook geen pannenkoek met Nutella. Ja, ik wel. Oh. Zilveren of gouden sieraden? Zilver. Zilver. Ik ook zilver. Ja. Surfen of snorkelen? Snorkelen. Surfen. Je ja? ook snorkelen. Snorkelen is toch leuk, dan zie je helemaal die vissen. Oh, zo. Absoluut niet. Oh, oké. Okay. Nou, eerst de laatste. Nooit meer naar de Mac of nooit meer naar de Starbucks? Nooit meer naar de Starbucks. Ik wist jullie antwoorden al. Ja, tuurlijk. En jij? Ik doe niet mee in dit dilemma. Nee, ho. Bye! Lieve allemaal, dit was de video. Ik hoop dat je hem super leuk vond. Vergeet Ashley niet te volgen. Ashley. En laat ook even in de comments achter of we een leuk video voor jou kunnen opnemen. Ja, wat een leuk idee. Leuk idee. Ja. Dan gaan we voor Ashley er kanaal ook een video opnemen een keer. Dat is leuk. Maar dan moeten jullie wel leuke reacties achterlaten onder deze video. Ja. Want dan weten wij een beetje wat we kunnen doen. Ja, superleuk. En we laden jullie er ook natuurlijk bij. Ik ben er een en al bij. Gezelligheid. Yeah. Oh, dat is hartstikke serieus, dat hoofd. Jij lijkt wel steen van de Nou meiden, ik vond het echt sensationeel. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week woensdag om 4 uur. Hè. Dag. Doei. Tot ziens. Auw. Hij heeft zo'n hard hoofd. Nou, weet je, jij gaat gewoon met je neus in de frietsaus. Zo zie je dat die vogels, dus ik geef een beetje patat. Nou, die gaan er heel goed op. Wauw. Ook weer een klus geklaard. Een goede klus vandaag weer.